Ik wil het vandaag met u hebben over het fenomeen energielandschappen. En ik vermoed dat u dat al aanvoelde, want zo heet ook mijn presentatie. En vrij specifiek wil ik het hebben over de vraag waarom de energietransitie een plaats moet hebben. En als ruimtelijke wetenschapper ben ik daar natuurlijk in geïnteresseerd. Ik begin met dit plaatje. En dan nodig ik u uit om u zichzelf voor te stellen dat u in een ruimtevaartuig zit en dat u niet van deze planeet komt. Dat is voor de ene wellicht iets makkelijker dan voor de ander, maar stelt u het zich eens voor. En u ziet dit. Dan vraagt u zich af, wat gebeurt daar op die rare planeet? Het is donker, het is nacht. Is er een of ander vreemd geologisch proces gaande? Of is er iets anders gaande? Is er een parasiet die iets heel vreemds doet met het oppervlakte? Nou, dat is misschien wel zo. En die parasiet, dat zijn wij. En dit is wat we zien 's nachts. Ons energieverbruik. En het is op zich nog niet zo spannend op het moment dat we dat zouden doen op basis van zonne-energie bijvoorbeeld. Want de zon levert heel veel energie. Maar we doen het op basis van fossiele brandstoffen. En dat weten we. En dat heeft nadelen. Die fossiele brandstoffen, die zijn eindig. 400 miljoen jaar heeft het geduurd om ze te verzamelen in de aardkorst. En we gaan ze binnen 2 tot 3 eeuwen waarschijnlijk verbruiken. En op dit moment hebben we om ons aan onze huidige vraag van energie te voldoen een hele hoop unidentified projects nodig. Dus die hopen we nog te vinden. En al doen we dat, dan zitten we natuurlijk nog met zaken zoals klimaatopwarming. Wat debat in natuurlijk de vraag of daarvan sprake is, maar inmiddels zijn we er al achter dat dat toch echt zo is. En CO2, ofwel het verbranden van fossiele brandstoffen, heeft daar een belangrijke bijdrage bij. En dat is nog niet het enige, want inderdaad, in Groningen zeer relevant, aardbevingen vanwege de gaswinning. Het halen van dit soort materiaal uit de aardkorst heeft zo zijn nadelen. Nadelen waar we nu langzamerhand in Groningen zeker mee te maken krijgen. Maar het is een discussie die breder gaat, want ook de discussie over schaliegas, die niet alleen in Nederland aanwezig is, maar wereldwijd, is er ook zo een. En dan vraagt ze zich af, waarom zijn we eigenlijk met die fossiele brandstof in de weer? Kunnen we niet eens wat anders gaan doen? Dat is misschien een idee. En dat is ook een idee wat de Nederlandse overheid al een tijdje heeft. Sinds 2001 doen we iets wat we de zogenaamde energietransitie noemen. We willen graag een transitie hebben die gaat van linksonder fossiele brandstoffen naar rechtsboven renewables, oftewel duurzame energiebronnen. Biomassa, wind, zon, dat zijn de zaken die in Nederland vooral van relevantie worden geacht. En Nederland zet daar dus al een jaartje of 12 op in. En we doen ons best, het Rijk investeert flink en probeert dingen van de grond te krijgen. En het is heel opvallend om te zien dat landen om ons heen, die doen natuurlijk ook hun best, zoals hier zien we staan Denemarken, Duitsland, Italië. Ja, die zijn er ook al heel leuk mee bezig. Die zien stijgingen naar 23% in Denemarken, van 1 tot 12 of 13% in Duitsland en Italië. En wij in Nederland, een land wat toch altijd het moest hebben van zaken als duurzaamheid en milieu, staan op een zeer indrukwekkende 4%. Dus misschien gaat er iets niet helemaal goed. Ja, wat gaat er dan niet goed? Is het nou zo moeilijk? Ik bedoel, windmolens krijgen we niet ergens geplaatst. De veenkoloniën is een discussie waar windmolens niet mochten komen. Wat maken we ons nou druk? Nucleaire energie, ja, wordt dat hem dan? Nou, waarschijnlijk niet. Op lange termijn willen we ook geen olie en kolen meer hebben. Dus we moeten wat. Waarom zeuren we dan zo erg over onze achtertuin? Zou je jezelf afvragen. Moeten we niet gewoon doorpakken? Moeten mensen niet gewoon accepteren dat we niet anders kunnen als mensheid? En dat is wat het Rijk ook eigenlijk wil. Met grote rijksregelingen van bovenaf proberen die windmolens ergens in een gebied te plempen. En dan te hopen dat mensen daar blij van worden. En dat lukt dan niet zo erg. En dan zeg ik van ja, komt dat nou omdat we te kritisch zijn en dat we die weilanden te belangrijk vinden of is er nog wat anders aan de hand? Nou, ik zeg, er is ook nog wat anders aan de hand, want zo simpel is het niet. Dit is een kaartje van de provincie Groningen en dat heeft u ongetwijfeld al ongeveer gezien. En voor degene die dat nog niet doorhad, dit is een kaartje van de provincie Groningen. Daarna zien we ook Groningen afgebeeld in het rood en Groningen wil in 2035 energie-neutraal zijn. Dat is een mooi streven, goed idee. Korte termijn, zou je bijna zeggen, maar dat is leuk. Als je dat nou wilt en je wilt alle energie die wij in Groningen, 200.000 inwoners, nodig hebben opwekken met duurzame energiebronnen, dan is qua ruimte windenergie het meest effectief. Dan kunnen we de meeste hoeveelheid megawatts per vierkante meter krijgen. Dan is mijn vraag aan jullie. Hoeveel van de provincie Groningen in percentages zouden we nodig hebben om de stad van duurzame energie te voorzien? Wie durft? 50% hoor ik. Was niet eens zo'n gekke schatting. 75. Dit is een ruwe rekensom, maar dit geeft wel iets aan. Hiermee kunnen we alleen Groningen van duurzame energie voorzien. Dus niet de hele provincie, niet Stadskanaal, Delfzijl of andere dorpen. Bovendien is Groningen een van de minst dichtbevolkte provincies van Nederland. Wat betekent dat voor heel Nederland en duurzame energie?
We kunnen natuurlijk dit doen. Maar ik heb lichtelijk de indruk dat we daar niet heel vrolijk van worden. Moeten we dat wel willen? Dus dat betekent dat besef van de ruimte dwingt om vragen te stellen. Moet Nederland wel 100% duurzaam willen zijn? Kan dat heel wel in zo'n dichtbevolkt land? En als we dat dan willen, moeten we dan niet een groot deel van die energie gaan importeren? Misschien uit Schotland of Noorwegen of Spanje, waar het wel kan. En als dat dan zo is, moeten we dan niet zo ons blind gaan staren op die grootschalige windprojecten? He, bijvoorbeeld zoals in de Veenkolonie. Misschien moeten we wat anders gaan doen en gaan kijken van wat voor type duurzame energie past er nou wel in zo'n dichtbevolkt land als Nederland. Kunnen we niet wat anders doen? Nou ja, daar wordt natuurlijk over nagedacht en dat doen wij ook bij ons op de faculteit. Maar gelukkig zijn er ook een aantal andere wetenschappers die dat doen. Jan Rotmans is iemand die een van de grondleggers is van het transitiedenken in Nederland en ook achter de energietransitie staat. En die stelt bijvoorbeeld tegen het Rijk, hou eens op met alleen maar top-down te sturen, van bovenaf alles te bepalen. En focus je niet alleen op het werk met topsectoren. En focus je niet alleen op technologie en economie. Ga ook eens doen wat bijvoorbeeld Maarten Haaier zegt. Benut de innovatiekracht van lokale ondernemers en individuen, want daar kan ook iets gebeuren. En dat doen we eigenlijk te weinig. Ga daar misschien eens wat meer mee spelen. Dus stuur ook op het benutten van het lokale spel rondom energieopwekking. En dat zijn dingen die ook al gebeuren in Nederland. Gunningen Power kennen we wellicht vanuit onze eigen regio. Maar op de site hier opgewekt kunnen we meer dan 300 van dat soort lokale initiatieven zien. Er gebeurt dus nogal wat. En dat is niet iets waar het Rijk zich mee bezighoudt. En ik zeg van dat zou misschien wel een goed idee zijn. Maar wat moeten we dan doen? En waarom dan? En dat is het moment waarop het energielandschap langskomt. Want een landschap, een energielandschap, is een manier om het visueel te maken. Om daadwerkelijk de verbindingen tussen verschillende landgebruikfuncties, tussen verschillende belangen en daarmee ook tussen verschillende actoren letterlijk zichtbaar te maken. En dat doe je dan ook nog eens in relatie tot een lokale context. Bijvoorbeeld een aantal boeren met biomassa. En een biomassa-oven die is van de verwerker van biomassa. Een zwembad wat de hitte gebruikt en bijvoorbeeld de gemeente die op het groene gas van diezelfde biomassa-centrale rijdt. Dan verbind je niet alleen in je hoofd, doordat je het ziet, die verschillende landgebruikfuncties. Je ziet ook meteen hoe verschillende partijen wellicht zouden moeten gaan samen kunnen werken. Wat voor soort contracten en partnerships er kunnen ontstaan. Wat voor organisatorische vormen er kunnen ontstaan. En bovendien doe je het ook nog eens in relatie tot de lokale context. Dat is natuurlijk een mooi verhaal. Uiteindelijk streef je dan naar om een soort integratie te laten plaatsvinden tussen eigenlijk het energieverhaal, energieopwekking en het transport. In relatie tot het fysieke en sociaal-economische landschap. En dat kan bepaalde dingen opleveren. Enerzijds ga je dan barrières zien. Als je dat namelijk niet doet, zoals in de Veenkolonie, je bedenkt een groot windmolenpark en die is dan bijvoorbeeld van de Nuon of van de Ascent en die zet je ergens bij iemand in de achtertuin en dan zeggen die mensen van daar heb ik niet zoveel zin in. Maar op het moment dat je zegt tegen een mensen in het dorp en je gaat erover nadenken van joh, jullie hebben hier alle kansen voor windenergie. Als jullie nou met elkaar, met onze hulp, een investering gaan doen en misschien moeten wij de investering doen, maar jullie profiteren mee en dan wordt het jullie windmolen. Dan is het jullie energie. En dan hoort het erbij. En zeker als het gaat over het niveau van zo'n boer, zo'n zwembad en zo'n biovergister, dan gaan mensen zich ook daarbij verbonden voelen. Het is hun duurzame energie. En we hebben ook vanuit enquêtes gemerkt inderdaad dat op dat niveau, ook in de Veenkolonie, dan de meningen en de mate van steun ook verschuift. Dat mensen er meer achter gaan staan. Uiteindelijk komen wij dan ook tot een conclusie in ons onderzoek. En dat onderzoek dat doe ik samen met een AIO van mij, Jessica de Boer. En ik moet eerlijk zeggen, die doet vanzelfsprekend het meeste onderzoek. Maar gelukkig mag ik ook meedoen, want het is veel te leuk. En dan komen we tot een aantal conclusies. En dan zeggen we bijvoorbeeld, als we gaan denken in die ruimtelijke beelden, in die visievorming, als we dat daadwerkelijk tastbaar maken door het visueel voor ons te zien, dan gaan we ruimtelijk ontwerpen en strategieën in beeld krijgen. En die zijn dan iets die gebruik kunnen maken ook van de lokale potenties en de identiteit die in een gebied is. Dus dan wordt het veel meer tastbaar voor de mensen, maar ook voor de politici en voor burgers. Mogelijke combinaties van functies en belangen kun je zien. Het zwembad waar wordt gerecreëerd dat mee profiteert van die boer die biomassa over heeft en een lokale ondernemer die er wat mee kan qua vergisting. Dus dat heeft synergie-effecten. En ineens staan er ook meer partijen achter. En je zou ook nog wel eens institutionele barrières in beeld kunnen krijgen. En dat zien we ook in ons onderzoek. Namelijk dat je merkt dat bepaalde wetgeving dit soort simpele logische opties om synergie te benutten in de weg zit. Wij zeggen dan ook eigenlijk dat we misschien wel hier ons wat meer op zouden moeten richten. Want stel je nou voor dat we wat meer gaan experimenteren in het lokale spel. Dan komen we tot de conclusie dat we ervaring gaan opdoen, kennis gaan opdoen en kunde krijgen rondom het opwekken van, van energie, duurzame energie, in een lokale context. En dat is iets waar ik zeker van ben dat ook in andere landen er belangstelling voor is. Want er zijn veel meer gebieden die dichtbevolkt zijn en waar hiervoor vraag naar is. Als we dat zouden doen,
En wij zijn mensen die dan verstand hebben van de planning. Verstand hebben van de organisatiemodellen. En verstand hebben van hoe je dat in de praktijk kunt brengen, wat voor wetgeving daarvoor nodig is. Dan kunnen we die kennis weer exporteren. Dan importeren we megawatts, maar exporteren we kennis. En om af te sluiten, we hadden het over filosofen. Ik pak er ook één bij. Een van de filosofen die ons land rijk is. Hij is wel bekend, misschien niet per se als filosoof, Johan Cruijff. Je gaat het pas zien als je door hebt, stelt hij. Dus we zien pas hoe een bepaalde zaak functioneert, als je door hebt hoe het functioneert. Dan pas ga je de details zien. Dan ben ik dat op zich met hem eens. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben een aanzienlijk minder goede voetballer dan Cruijff. Ik doe af en toe mijn best. Nummer 2, als u het wilt weten. Maar ik zeg daarbij van, je hebt het ook makkelijker door als je het ziet. En via het idee van energielandschappen kun je zien dat de energietransitie een plaats moet hebben. En juist als die energietransitie een plaats heeft, dat is ook het moment waarop we denken van, hey, wat voor combinaties zijn er? Wat voor consequenties zijn er? En wat willen we wel en wat willen we niet? En dat is de boodschap die ik graag aan u meegeef. En ik dank u voor uw aandacht.